Het vaderschap verschilt van cultuur tot cultuur. Dit wijst een onderzoek van Jay Paul Roopnarine uit India uit. Hij was een van de inleiders tijdens de eendaagse conferentie Fathers and Childhood Development Across Cultures. Implications for Suriname. De organisator van deze conferentie is de stichting Father Mother Figure FMF. De conferentie ging over de betekenis van vaderschap door de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. In het bijzonder kinderen uit een sociaal zwak milieu. Volgens Roopnarine heeft Suriname, evenals het Caribisch gebied, de Amerikaanse en Europese gemeenschap een multiculturele samenleving. De inleider gaf verder aan dat er overeenkomsten bestaan tussen vaders van Afrikaanse en Surinaamse komaf. Zo investeren Afrikaanse vaders die in Amerika wonen in onder andere de aanschaf van luiers voor hun kinderen. What we do, Indo-Caribbean struggle when their daughters marry African-Caribbean men. It's a beautiful multi-ethnic child, at least in Guyana. And your ancestral people of Japanese people came from Indonesia. Yes? Young kids who celebrate Diwali. Okay, so here are some key issues that might help us understand that rich cultural tapestry that I just presented to you. There's quite a bit. There might be more intracultural variation than between cultural variation. And we need to be mindful of that. So we're looking for pan-cultural patterns, but the pathways to fathering and fatherhood and childhood outcomes may differ widely across cultures, expressed very differently. We want to move away from pathologizing, especially black men in the US and elsewhere, to looking at risk and protective factors that sustain fathering and fatherhood. Yes, the men in Chicago who are poor and don't have jobs, they do provide in-kind support. They bring diapers, strollers. They do offer money to their children. We have not recorded that, and I suspect that happens in Suriname as well. Jay Paul Roopnarine, een van de inleiders tijdens de conferentie Fathers and Childhood Development Across Cultures, Implications for Suriname. De conferentie is gehouden in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.